Vandaag gaan de makkers een gevaarlijke parcours afleggen. We spelen vandaag in twee teams. Team 1 bestaat uit Don en Harm en team 2 bestaat uit Joost en Link. Zij gaan de strijd aan in twee minigames om uiteindelijk de grote finale te spelen. En degene die wint mag zichzelf de parcourskoning noemen. Dit doen we trouwens onder leiding van onze grote survival vriend Tom. Anders zou het natuurlijk niks worden met deze vier gamers. Maar eerst gaat hij ons uitleggen hoe we onszelf moeten zekeren. Mag het gordeltje even voor je pakken aan de zwarte lus en dan zo voor je houden. Rode is voor rechts. De voor rood. Daar doe je je rechtervoet doorheen. Door de zwarte en door de rode. En dan daarna doe je hetzelfde met je linkervoet. Door de zwarte en dan door de blauwe. Blauw is helemaal niet links. Maar welke kleur met de L weet jij dan? Lila. Lavender. Deze moet zo strak zitten dat je hand er nog wel tussen past. Maar dat je een vuist niet zo makkelijk eruit krijgt. Als je die heel makkelijk eruit krijgt, dan kan die nog iets strakker. Zie je hoe mager ik ben, hè? Weinig te eten krijgt uit. We gaan even een klein stukje dieket op, dan leg ik even de reuze slinger uit. Wie ging er ook weer slingeren? Ja, vastmaken hier aan. Ja, zo is het goed. Je mag naar achter gaan hangen totdat je in de gordel komt te hangen. Ik ga hem zo weghalen. Wee. Oh ja, met de stikkels. Kan dit even op camera, kan dit geblurred worden? Yo bro, you packing bro. Ja, dankjewel. Als je straks omhoog gaat, yeah. Als Harm hem niet meer verder omhoog krijgt of... Maar wat moet hij doen dan? Zitten? Als jij op zijn hoogst bent, deze hard naar achter trekken. Opzij werkt niet. Als... Maar dit gaat op tijd, ik snap het niet. Degene die het hoogst komt en los gaat, die wint een extra item. Dus ik moet gewoon zo lang mogelijk doorgaan en als ik hem loslaat, dat is het. Op een gegeven moment kun je het gewoon niet meer trekken, het is gewoon zwaar. Ja, hij kan heel goed trekken hoor, dus... Oké, oh. Don, gaan we dan? Heel goed trekken. Oei. Oh, daar gaat hij. Oh, dat is pittig. Nou, dat is wel pittig hoor, hè. Hij is pittig, daar gaat hij. Ja, dat is een matige schommel. Hij is best hoog. Hij klikte wel los, ik ging zo. Je moet wel zeggen als je losgaat. Nee, anders poging 2. Nee, één poging. Nou, ben je er klaar voor? Ja, ben jij er klaar voor? Dat weet ik niet eigenlijk. Nee, ik denk het niet. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, Link, je bent wat een dirk zwaar. Wacht nog even, wacht nog even. Wacht nog even, Link. Wacht even, Link. Pak hem even, Link. Pak hem even, Link. Die camera werkt, amateur. En grond, mijn zak. Mijn pak. Ik moet nog naar een afspraak. Dat hing niet chill. Zo, dus je klaar. Zo, de eerste ronde is geweest en we hebben een winnaar. En jullie hebben gewonnen. Hey. Goed gedaan. Jullie winnen een touw voor bij het vlot straks. We gaan nu het hoogteparcours doen. En degene die het snelst doet, die wint mij. En degene die het minst snel doet, die wint Pascal. Zo. Dan verlies je eigenlijk. Verlies je. Ja, verlies dubbel. Ik kan ook gewoon goed functioneren hoor. Het feit dat je nu al gewoon je punt duidelijk wilt maken door te schreeuwen is echt al een hoop. Ja. Oh zo, dat maakt er helemaal niks uit. Luister en haver. Ik blow heel veel. De uitdaging is om zo snel mogelijk aan de andere kant te komen. Ja. Als je sneller bent dan de anderen, dan win je mij in jouw team. Maar onderweg kan je ook dingen meepakken waar je wat aan hebt. Je mag 2 paddles pakken, ja. Maar er liggen ook nog andere dingen in het parcours. Maar ja, wil je alles meenemen, want het kost extra tijd. Dat is ja, weer precies. Het afwegen waard. Jij mag zeggen als je klaar voor bent, dan ga ik de tijd starten. Ik zou jezelf alvast aan het rode blokje klikken. Gaan we allebei? Eentje, oké. Okay. Ja. Link, guys, ja, wij moeten als eerste, we hebben natuurlijk alle tijd nu. Ik zie daar 4 paddles hangen. Ik denk dat het wel handig is als we sowieso minimaal een paddle hebben. Ja, ja. Eentje kennen we het ook wel mee redden, maar 2 is wel beter, denk ik. Nou, ik ga wel kijken of ik tegenkom, hè. Ja, goed, succes, Link, hè, met de aanmoediging. Jij succes, joh. Oh, ja, dankjewel. Jongens, klaar? 3, 2, 1, start! Daar gaat hij, de job! Wat een snelle gozer, joh. Zo. Dat is een wiebeltje. Dat is een pak. Dat is een wiebelig dingetje dit. Hutsa. Gezeik met die klote dingen. Wat een lamzwam is ook hier af en toe, die Joost. Hey, daar komen ze halen. Ongelooflijk leuk grapje. Ik zie helemaal niks wat ik hier mee kan nemen. Oh, ik zie wat. Ik heb wat, Link. Huh? Ik heb wat. Ik weet niet wat, maar succes!
Doe even mijn binnenzak. Ja, je moet een vlot bouwen. We moeten geen aanschriften doen. Hoppakee, we zijn het volgende stuk. Wat lekker doen, hè? Mijn naam is Joost en ik ben survivaler. Weet je wel? Dat is oké, ik sla er gewoon één over, joh. Hoppa. Hey, goeiedag, camera. Leuk dat ik jou hier zou treffen. Oké. Okay. We kunnen ook van hier oplopen. Hoppa, dat is makkelijker. Hey Link, ik vind niet echt dat je me aanmoedigt. Oh, go Joost. Ja, doe maar niet. Doe maar rustig. Go Joost, it's your birthday. Go Joost. Nee, verdomme hoor, bij de pedals, joh. Op Joost. Maar meteen de achterste pedals. Ja, ja, ja. Ik pak die aan. Die hoor je beter. Ja, die is sneller. Ja. Ja. Er zit een motortje in. Ja. Ga er even bij zitten hoor. Ja, Joost, doe maar lekker rustig aan, jongen. Ja, maar Link, luister. Wil je Pascal in je team of zo? Gozer, ik zit op 20 hoog. Ik krijg Pascal in ons team. Helemaal kut dit. Helemaal kut. Wat een kutknoop ook. Dat is een vlinderknoop, Joost. Dat is kijken. Doe hem in je mond! Nee! Oh. Ik wil die tweede pedal ook! Oh Joost! Oh, we krijgen een score! Doe maar één pedal, hè! Zak! Kun jij varen met één pedal? Ga nou door! Oké, okay, Jezus! Hoppa! Ja, steady hoor! Easy hoor! Jongens! Nou ja, oké, okay. Hoppa! Yes! Easy! Alright, tijd staat! Pedal Link! Oh. Hey. Ik had nog een mooie secret, alleen die is gevallen. Ja, nou, dat heb ik kut. Ja, daar moet VAR even naar kijken. Ja, ik heb nog wel even één van de twee ook mee kunnen nemen. Het zit in mijn broekzak. Kijk, het condoompie. Sick. Ja. Hey. Ho, 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 ho. Let's go. 3, 2, 1, start. Go, 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 go. Ja, joh, ga nog sneller, joh, Harm. Jezus. Dat is toch nog een beginnen. Gebruik maken van die. Op een gegeven moment ben je gewoon even een beetje op zo'n positie dat je denkt van nou vind ik het wel mooi geweest. Gaan we gewoon lekker rustig aan. Ja, dat merkte ik aan je. Subtiel hè? Subtiel! Subtiel! Ja, en dat was heel aan het klooien daarover. Waarom zit ook nog een beetje die magneetjes waren niet heel sterk? Oh, oké. Okay. Onze drones werken natuurlijk weer niet. Huppakee, subtiel! Subtiel. Hey hoor, wil je nog een bakkie koffie erbij of niet? Is goed jongen. Oké. Okay. Pak een bakkie. Ik zou een derde pedal pakken, je hebt drie teamleden. Ik denk dat ik wel weet welke die. Ja. Let's go. Oké. Okay. Wie heeft het gewonnen? Ik ben wel heel erg benieuwd nu. Even kijken. Zo, we hebben de race gehad. En jullie tijd. Dat was 5 minuten en een beetje. Oké, oké. Netjes staan hoor. En jullie hadden dit meegenomen. Pa, en een pennetje. Zo, we mogen het boekje ook houden. Nou, dat vind ik mooi. En jullie tijd was 3 minuten en 20 seconden. Lekker hoor. Hey, we hebben geen Pascal. Wel op meteen! En met deze uitslag kunnen we gaan beginnen aan de ultieme finale. Wat de bedoeling is je zet een vlot in elkaar, je vaart daar naar de overkant. Daar ligt een papiertje en daar moet je goed onthouden wat het bouwwerk is. En als je toevallig een pen hebt, dan kan je ook nog wat dingen tekenen. Het bouwwerk ga je namaken aan deze kant. Ja, wie het eerst het bouwwerk kloppend heeft, heeft gewonnen. Super, top. Nou, we gaan we. 3, 2, 1, start. Dit, Link, ga jij de bouwpro nog eens? Link, rent de touw. Oké, bouw van de dingen van elkaar. Deze moet allemaal zo over de bas. Zo, nou moet hij de kutkonnen erin. Ja, ik denk hier een ton, daar een ton, daar een ton. Ja, het is makkelijk als je elkaar helpt. Als één iemand hem een beetje omhoog tilt, ja, dan kunnen wij op twee plekken er onderdoor halen. Oh, wacht. Oké, geef mij die. Hij haalt hem er onderdoor. Hé, niet kijken. Ja, hij haalt hem er onderdoor. Geef het touw. Geef het nee, we gaan niet het touw gebruiken voor dit. Nou zit die vast op één manier. Zo. Dan kunnen we alleen die nog even vastmaken. Nick, doe wat! Ja, dit doet helemaal niks! Ik zit te kijken wat je allemaal aan het doen bent, gast. Ja. Hij kan hier zo onder, dan past hier. Hij. Pak hem eens over. Okay. Ja, kijk, dit is strak. Zie je? Hij gaat zo. En dat doen we bij die allemaal. Hallo? Is deze leeg? Nee, ik ben niet op de hand. Hoppa. Jij kan. Als je op de bal zit en niet op die tonnen, komt het wel goed. Oh, nee,
ik ook zo. Oh nee. Oh nee. Oh, sorry. Hey, gaat goed daar, hè? Hou je bek, Pascal. Lekker bezig, jongens. We moeten wel even onze gewicht verdelen. Ja, ik zit... Oh, mijn kant. Die andere kant. Oké. Okay. Ik heb een sok aan en dat is een hoofd voor. Oké, go Link. Go Link. Oké, okay, moet het melden. Pascal, jij bent een beetje filmen. Dan kunnen jullie niet melden. Ja, en jij ook. Doei. Ja, gewoon schuiven. Ja. Oh, deze schiet los. Ja, ik denk echt dat als we geen... Hey jongens, gaat goed hè! Ja, de kracht komt hierop hè, dus in principe zou die niet weg moeten schuiven. Ja, er is geen coördinatie. Ja, weet je wat eerst? Die Tom houdt door, die heeft natuurlijk niet de hele dag met ons al een teambeeld. Nee, precies, wij kunnen gewoon tegen een teambeeld. Daar te mogen met de pet in de hand. Oeh, dat jij gaat zo meteen eraf, Pascal. Ja. En dan gaan Link en ik het schip repareren. Jij moet zo goed mogelijk die blokkentoren naar tekenen. Ja, ik teken. Oké. Okay. Hey! Oh, maar jullie gaan echt tering snel. Je moet echt sneller, jongens. Je moet echt sneller. Ja. Helemaal. Nee. Jongens, andere kant. Ja. Ik kom er. Kijk al. Ja? Bas! Wat? Nee, ga maar. Waar zijn die foto's dan? Oh, hey, wat is het nou? Je hebt een vlot, hè? Dat is jammer. Oh, hier. Ik heb ze. Oké. Ik zet zo meteen de kleur erin. Okay. Zo. Mag gaan, gewoon via dat vlot. Nee, joh, helemaal niet. Mag gaan via dat vlot. Niet door, rot op. Oh, kut, sorry. Nou, hij ziet je echt tekenen, hè? Yes. Oh, jullie hebben echt een tekening, hoor. Waar is die? Oh, je moet hetzelfde. Wat moet jij? Ga maar. Jij hebt hem. Wacht. Kut, ik heb geel. Echt, joh, je bent zo langzaam met tekenen. Ja, jij wil helemaal in 3D gaan, wat zeg jij? Oh, gaat het goed met je? Ik doe hem er bijna even op. Ik heb hem ervoor gestaan. Ik heb hem met een aas. Ja, hou vast. Ik heb hem opgeschreven. Ja. Ga jij maar links. Gaan we. Pascal. Ja. Ga aan de taak. Waarom? Dat is zeker nat. Nou. Heel snel. En dan met turbomotor. Wat de fuck? Ja, gast. Ja, je maakt me alleen maar nat, lol! Er zat hier een gat tussen. En deze groen zat hier zo nee. achter. Nee, we hebben niet twee blokken over. Blauw. We hebben twee blauw. We horen hier twee groene. Jij nog één? Dus één blok hebben we niet goed. Nee, blauw of rood. Ja, maar we hebben nu twee blokken over, Bas. Ja, dat kan. Serieus? We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 blokken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zijn we klaar? Stop! Wij zeggen eerder stop. We zijn gewoon volgens mij gewoon tegelijk klaar. Geel, blauw. No way! Holy shit! Ja, jij zei toch blauw op rood, blauw op geel? Ja man! En de, oh, geel. Dat hoekje. Oh. Maar daar zit hij! Doe jij eens even hier met je grote bek! Maar er zit wel een gat in en jij zou een grote bek te hebben! Dat er geen gat in zou! Geen je grote bek!
Nee! Abonneren!